President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat de staat wil dat de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, de SLM, zo snel als mogelijk een dry lease vliegtuig aanschaft. Het staatshoofd sprak zaterdag tijdens een regeringspersconferentie en stelde dat de SLM nu meer financiën nodig heeft voor de aanschaf van een vliegtuig. Gisteren hebben we heel lang gesproken met financierders. En het blijkt dat er een optie is. Dat wordt nu komende week verder uitgewerkt. Dat SLM een lease kan krijgen voor de komende periode. Maar komende week wordt er overleg gevoerd op technisch niveau. Om alle technische zaken goed te bekijken. En dan komt die vraag van hoe ga je dit allemaal financieren. SLM is nog niet in staat. Ze hebben een cashflow probleem. Tweede is namelijk vanwege hun risicopositie internationaal. Moet je alles op front betalen. Dus hier kan je niet werken met een systeem dat je achteraf betaalt. Dat maakt de positie nog moeilijker. Dus ze hebben inderdaad geld ook nodig. En we hebben eerder een voorziening getroffen vanuit de goudreserves die in feite via centrale bank belegd zijn. Om daaruit middelen te krijgen. De president zegt dat de mogelijkheid wordt bekeken om vanuit de goudreserves te voorzien in de financiën die nodig zijn voor de SLM. En die optie bekijken we nog steeds. We horen de directeur ook. We hebben ook aan Grasalco gevraagd. Ook zij moet een hervormingsplan presenteren. De schuld van Grasalco is niet zo groot als die van SLM. Grasalco heeft een schuld van ongeveer 6 miljoen. Dus van ook Grasalco hebben een hervormingsplan nodig, een reorganisatieplan nodig, een herstructureringsplan nodig. En dan gaan we besluiten nemen voor zowel Grasalco als SLM, reeds de komende week al. Santokhi geeft verder aan dat er ook gekeken moet worden naar de positie van de parastatale bedrijven. Met uitzondering van staatsolie draagt geen enkel parastataal bedrijf dividend af.